Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze totale collectievideo. Dit is onze totale collectievideo van wat we de afgelopen dagen gehaald hebben. En ja, zoals jullie kunnen zien is dat best wel veel. Ik moet zeggen, hetgene wat hier is eigenlijk alleen maar legaal. En willen jullie de illegale collectie zien? Die staat al online. Jullie zullen nu een stuk zien dat jullie daarop kunnen klikken. Kunnen jullie altijd even bekijken. Daar is al het illegale vuurwerk. Wat we hier hebben is legaal dus. En ja, mag je dus gewoon in huis hebben. Anders zou het veel te vol worden hier. Allereerst wil ik jullie vermelden. Hierboven liggen een beetje de pijlen uit Duitsland. Die hebben we natuurlijk afgelopen nacht gehaald. En ja, het zijn eigenlijk 4 pakketten geworden. Dit is een pijlenpakket uit Van Haalkan natuurlijk. Iedereen heeft gezien dat wij die besteld hebben. En even kijken hoor. Ja, hier liggen zo'n beetje de dingen van Treibel, Van Haalkan. Zieke winkel natuurlijk. Iedereen heeft gezien dat we daar besteld hebben. Dit is natuurlijk die cakebox van Haokan. Duitsland staat een beetje hierachter. En dit is ook Haokan. Maar Duitsland staat een beetje hierachter. En eigenlijk een beetje verspreid. Ik moet zeggen, ik vind deze collectie misschien nog wel beter dan vorig jaar. Omdat we veel variatie hebben met pijlen en andere dingetjes. Ik vind het fucking nice. Maar goed, ik neem zo de camera mee hier naartoe. Dan kunnen jullie allemaal eventjes die collectie zien. En dan zal ik even per product uitleggen wat we hebben gehaald. Dus als jullie benieuwd zijn naar haar, gaan we er even naartoe. Hoeveel het heeft gekost, laat ik aan jullie over. Wat dit totale bedrag heeft gekost. Hoeveel heeft het gekost? Laat het even weten, ik ben nog steeds fucking moe van de tijd die we niet geslapen hebben. Maar goed. Allereerst mensen, hier een knalpakket uit Duitsland. Ik vertel altijd aan iedereen dat de knallers daar niks voorstellen. Sta ik nog steeds achter. Maar ik dacht, weet je wat, misschien leuk voor een video om hier een keer mee te kutten. Ook heel veel reacties heb ik gekregen op de Duitsland info video. Dat het niet klopt wat ik heb gezegd. Dat vuurwerk uit Duitsland niet legaal zou zijn omdat er geen Nederlandse beschrijving op zit. Dan moet ik jullie allemaal even teleurstellen. Nou, in ieder geval de mensen die wat hebben gezegd. Er staat wel degelijk Nederlandse beschrijving op. Dat is nieuw dit jaar volgens mij, of misschien vorig jaar ook al. Maar kijk maar, het staat gewoon in het Nederlands erop, hier ook. Dus het is gewoon legaal, mensen. Dus dat is ook weer uit de wereld, want dat had ik niet vermeld dat er geen Nederlandse beschrijving op stond. Maar dat staat er wel degelijk op, het is gewoon legaal vuurwerk, het zit normaal, het is getest. En er staat een Nederlandse beschrijving op, dus iedereen weer blij. Even kijken. Wat ik jullie hier wil vermelden is, dit is het Ivan Jo pakket van Helios was Aldi en Weco was Lidl, dat was het. Hier hebben we de Ivan Jo pakket, er zitten er als ik het goed zie 8 in. Was volgens mij maar een tientje of zo. Dachten, weet je wat, we hebben dit jaar een pijlenrek natuurlijk, zoals iedereen wel weet. En daarom hebben we deze erbij genomen, eigenlijk alle pijlen natuurlijk. Hiernaast de Arena Rockets. Dat zijn er 20, er zitten er een aantal op zijn kop. En de andere staan hier recht. Wat grotere pijlen, wat kleinere pijlen. Waren maar 20 euro voor 20 bij de Lidl. Daar waren we als eerst geweest. Gisteren hebben jullie dat in een video kunnen zien. Of eergisteren, ik weet niet wanneer deze video online komt. Maar ik zag er iemand mee lopen en ik dacht van weet je wat, die ga ik gewoon nemen. Zullen wel een klein effect hebben, maar toch erbij genomen. Hiernaast heb je de Avalon van Helios. Of de Avalon. En even kijken, er staat, ja, er zitten allemaal kleine dingetjes nog bij. Knaltuffel, ja, er zullen allemaal knalletjes bij zitten en zo en troepjes, maar het gaat eigenlijk om die pijlen. Die vond ik wel mooi, dus ik dacht, weet je wat, die komt er gewoon bij. Hiernaast, en dat is een 18-delig pijlenpakket van de Helios was Aldi. Deze van de Aldi, 18 pijlen, van groot naar klein, kunnen ook heel mooi in het pijlenpakket natuurlijk. Dus ja, daar gaan we natuurlijk ook even mee kutten. Dat waren de pijlen uit Duitsland. Nu gaan we over naar de potten uit Duitsland. We hebben hele mooie potjes gehaald, mooie cakes. En we beginnen weer rechts, denk ik. Even kijken hoor. Hier heb je 2 keer de Black Ice. Ja, dat is echt een topper. Dit is echt onze topper. Moet ik nog wel vertellen, toen we bij de Aldi waren, toen vertelde die man daar zo dat ze helaas waren uitverkocht. Vervolgens bleef ik daar staan. Een minuutje later kwam die man naar me toe. Hebben ze alles? Toen zei ik, zwijmal Black Ice. Toen liep hij naar achter. En toen probeerde hij hem te zoeken. En op een gegeven moment kwam hij ineens met 2 Black Ice'jes.
Nou, ik dacht van, ik zweer, het was net alsof ik de loterij won, want ik wilde zo graag die Black Ice hebben, mensen. Dat was niet normaal. Maar goed, die hebben we toch nog kunnen fixen, gelukkig. Hiernaast zie je de Beastmaster. Mooie cake van Weco, Aldi natuurlijk. Lijkt een beetje op de Black Ice, vind ik. Ook 500 grams. Voor mij 13 euro of zo. Die prijzen zijn echt fucking laag, niet normaal. Even kijken, wat zien we nog meer? Oh ja, dat is wel leuk om te laten zien misschien. Dit is de Discovery. Dat is een nieuwe dit jaar, daar hebben we er 3 van. Dat was 2 euro. 16 shots. Kleine dingetjes, maar goed. Ik ben wel benieuwd ernaar. Even kijken. Hier zie je de Painted Sky. 500 grams. Volgens mij ook nieuw dit jaar. Bij de Aldi. Of hij had natuurlijk een andere naam en heeft een nieuwe naam gekregen. Maar voor mij was die nieuw. 500 grams. Fucking mooi ding, vind ik. Ik vind hem echt mooi. Mooi ontwerp. Hier de Mystic Moments. Die is volgens mij van de Lidl. 45 shots. Paar euro ook. Laserfontein. Dit is de mooiste fontein, mensen, die we ooit gehad hebben. Nemen we ieder jaar erbij. Knalt ontzettend hard. Er zitten ook knallers in. Dat is echt zo. Fucking leuk. Hiernaast zie je de Guardian. Van Helios, dat is de Lidl dus. 64 shots. 200 gram. Mooie jongen. Ook uit Duitsland. We hebben 2 geelpotjes gehaald. De ene van de Lidl, de andere van de Aldi. Ook nice. Allebei 7 euro volgens mij. Voor 300 shots. Dat is echt veel goedkoper dan Nederland. Dat is echt zelfs bizar goedkoper. Nederland zijn ze volgens mij 13 euro of zo. En hier, en die wil ik even voor jullie uitpakken. Dat is een combi box. Compound, zoals Albert dat altijd zegt van hou kan. En dat is een combi box van Duitsland, van de Lidl. Voor mij was die maar 20 euro of zo. Dus als ik hem er snel uitgeef, dan ben ik blij. Moet je kijken, mensen. Die is gewoon al doorgelond. En dit gebeurt dus volgend jaar in Nederland ook. Dat heet Compound, zeggen ze. Dit is de startbatterij. 20 euro, mensen. Dat is echt bizar. Dus ja, dat is sowieso een mooi meepakketje. Ik dacht, dit jaar neem ik gewoon eventjes een combibox mee. Uit Duitsland. Oh ja. Hier zie je 12 keer de Artis. Oftewel de Reno van dit jaar. Altijd leuk om die erbij te hebben voor pakketjes. Hier zie je de Merlin. Ook een batterij. Deze van de Aldi. Ik bedoel een fontein. Deze van de Aldi. Mooie ding natuurlijk. En ja, even kijken. Zie ik wat over het hoofd. Hier zie je de Alligator. Daar hebben we er 6 van volgens mij. Ja. Ja. Kijk maar. Daar staan er 3. Dit is de Alligator. Daar hebben we er 6 van. Ook leuk voor pakketten. Ik zeg wel altijd... Dat de Alligator is eigenlijk de Reno, maar dan met Cracklin. 4 euro. Bizarre prijzen. Dan gaan we over naar het vuurwerk wat we in Nederland hebben gehaald. En dat is natuurlijk bij Haokan is het meeste gehaald. En ja, dat is wel fucking nice. Daar beginnen we mee, even kijken. Ik was even vergeten, hier zien we trouwens nog een Duitse cake. Dat is de Swords of Fire. 62 shots. 500 gram. Helios. Ah, mooie groot ding. Dan gaan we nu dus echt over naar de Nederlandse potten en zo. Dit is de combibox van Tribal, de Wave Dragon. Iedereen heeft gezien dat wij die besteld hebben bij Haokan met het vuurwerk bestellen video. Groot ding en die gaan jullie allemaal zien in de video van 1 januari, oftewel morgen. Nee, overmorgen. Overmorgen. Ik ben helemaal de tel kwijt. Wave Dragon, heel erg benieuwd daarnaar. Dit is een pijlenpakket van Haokan. Dat zijn echt van die mortierkoppijlen. Dat is echt. Ja, hoe heet je die dingen? De bolpijltjes. De bolpijltjes, moet je kijken. Mooie dingen. En een Tunnel King pijlen pakketje. Die kan even in de pijlenrek morgen over. Oh ja, dit is de Amarok. Nee, de Maori serie. Dit is de Maori serie. A, B en C. Ja. A, B en C. Van Tribal natuurlijk. Juist. Dat is het merk die er volgend jaar uit is bij Haokan. Hier staat ook Haokan op. Hier zie je nog een aantal dingen. Dit is de Shaolin Master, de B-versie. Ook van Tribal natuurlijk, Haokan. Hieronder de Night Screamers. Oftewel geelpot, 42 shots. Nice, nice, nice. Daaronder zie je de Zena No. 1. Daar was Albert heel erg over te spreken van Haokan. Dus die hadden we gelijk erbij genomen toen.
maar 20 euro maar of zo, voor 500 gram. Ja. Nederlandse prijs is dat echt heel erg gruwelijk. Hier zie je de Graffiti. Dat was eigenlijk onze topper. Nou, in ieder geval die van mij, want ik vond hem echt fucking nice. Ik denk dat dit echt een cake is die iedereen linkt aan ons. Want ja, wij hebben best wel vaak reclame ervoor gemaakt. Dit is de Spider King. Grote tubus. Moet je kijken dan. Echt groot hoor. 3 mm. Ja, fucking lijp. 20 shots. Een Belgische pot in Nederland. En die hebben we erbij genomen. Oh ja, dit zijn trouwens nog een aantal van die kubussen uit Duitsland. Van Weco. Het zijn knallers uit Duitsland. Ik doe niet zoveel, maar ik dacht van wel. Weet je wat, nice. De single shots die hier staan, dat is niet alles. We moeten nog wat halen. Maar omdat jullie deze video zo snel mogelijk wilden laten zien, is de video nu al online en zijn we op dit moment waarschijnlijk nog meer aan het halen. 3 pakjes 6. Iedereen kent ze wel, denk ik. Pakje Airplay Thunder. Nee, Thunder King. Van Catan. Thunder King van Catan. En hier de Airplay Thunder. Die zag ik liggen en daarom zei ik het eigenlijk. En vergeet ik nog iets. Ja, hier ligt nog wat Cat 1. Dit is trouwens ook van Haokan. Goedkope budgetpijlen. Dit zijn eigenlijk de babypijltjes, maar dan een slag groter. Juist. Er komen een paar pofjes op. Ja, altijd lachen. Trouwens, deze was ik helemaal vergeten, joh. De bazooka. Waar we een paar keer mee gepost hebben, maar nu is die echt fucking groot. Dit 500 grams in een cake, hè? Dat is eigenlijk een cake. Ja. 500 gram. Precies. Okay. Oh ja, dit zijn grote single shots van Zena waren deze. Van Daisy Boer. Ook lijp hoor, moet je kijken hoe groot ze zijn, mensen. Dit zijn een aantal fakkels voor in de compilatie van de Action, volgens mij. Kat 1 natuurlijk. Pakje van weet ik veel wat voor winkel. Big Bazaar. Dus sowieso een mooie collectie, zou ik zeggen. We hebben fucking veel ingeslagen, maar op dit moment zijn we nog steeds vuurwerk aan het kopen. Maar doordat we eigenlijk zo weinig tijd hadden met slapen en zo, moest deze video online komen en hebben we niet alles volledig op beeld. Maar dit is sowieso het meeste, ik denk voor 95% van wat wij op Oud en Nieuw hebben. Illegale collectie staat al online, kunnen jullie zien. En ja, dan gaat het echt beginnen, mensen. En dit kunnen we morgen allemaal met z'n allen afsteken. Het is fucking lijp. Dus ik zou zeggen, geniet van deze dagen, sowieso van morgen. Voor het weet is weer voorbij, zou echt kut zijn. Sowieso volg ons ook even op Instagram, @pyroteamdelft. Op Twitter ook, @pyroteamdelft. En op Snapchat ook, @pyroteamdelft. En blijf dan op de hoogte van alles wat wij doen.